soms lijkt dat een beetje, hoe zou ik het zeggen, een beetje groots. Hè? Een beetje, stel u voor, ik ben José de Kouwer, maar dat was geen probleem. Geld was nooit een probleem bij die ploeg. Ja. En weet je waarom? François Lambert. Weet je waarom? Er was geen. Ja. En ik zal u zeggen, ik zal u een tip geven aan veel mensen. Hè. Als geld geen probleem is, hè, dan moet je oppassen. Is het Angus beef? Ik weet niet wat het is, maar ik heb hier gisteren wel een ferm stuk vlees gegeten. En dat was lekker. En mals. Ik heb ooit een bruine omslag. Het was geen bruine zak. Zoals vaak in kranten en andere zaken gestaan is, maar een bruine omslag uit een Luxemburgse bank. Met x-ant, dat was een baksteen geld. Echte briefjes weggedaan. Op een nacht. Toen we terugkwamen van Luxemburg. Ik zie het nog altijd voor mij. 89, de feiten zijn verjaard. Ja, ik had het beter voor mezelf gehouden. Maar ja, kom, ondertussen leven we nog altijd en we zijn erdoor. Dus wat is het probleem? Ja, toch maar oppassen dat je niet te gretig bent en je eigen niet voorbij rijdt. Seneschal eraf. Staat nog 104 kilometer. Het is moordend. We gaan in jaren geen zo'n WK hebben gezien. Glasgow, we have a problem. Nog eens. Nog eens. En kijk, bij Pogacar is dat niet van harte, hè. Ik zeg niks meer over posities en ik zeg niks meer over de stijl van rijden en zuchten en kraften en doen. Ja, dat gaat gevolgen hebben. Hè. Ik weet niet waar die tenen logeren, maar dan moeten we toch eens gaan kijken, want die hebben echt wel krachtvoer gekregen. Hier Van der Poel. Van der Poel komt nu wel al met een reactie. En Van Aert, die glijdt mee. En dan Pogacar, dat is wat moeizamer. Maar Pedersen gaat het wel doen. Van der Poel heeft een paar lengtes op Van Aert. Gaat nu op en over Betjol. En hij moet zich zetten, Wout van Aert. Van der Poel is op dit moment alleen nog 22 kilometer. We gaan niet wachten op een laatste keer Monroe Street. 10 seconden. Mathieu van der Poel. Dit is toch van ver. Ja. Ja, ja toch. Ik weet het. Kijk. Intervalkes is puur. De crossers. Het was... En dit mag natuurlijk niet gebeuren. Mathieu van der Poel tegen de grond. Ja. Mathieu van der Poel ligt tegen de grond. En ja, nu kan je verder met die fiets of kan je niet verder? Moet hij geholpen worden of kan hij gewoon verder? Dat is altijd de Shimano-man. En zijn schoen is stuk. Zijn schoen is stuk. En die motor van Shimano staat daar nu gevaarlijk voor die achtervolgers vlak na die bocht. Ja, dat is altijd het risico met Van der Poel. Hè. Altijd zo gretig. Altijd. En waar gebeurt dat? Ja, iets te veel ondersteun. Ja, hier al, ja. Gaat iets te veel hangen in die bocht. Het is altijd iets. Oh. Wat nog allemaal. Hier nog is dat verhaal. Weg daarmee. Als hem dit afrondt... Mm-hmm. Dan is het formidabel. Dan is het, dan is het heroïsch. Altijd winnen, 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 winnen. Altijd moeten winnen. José de Kouwer gaat recht staan en buigen. We buigen ootmoedig het hoofd voor deze Nederlander. Het was een inspanning die kon tellen, dan viel hij. En Herman van Veen kon het niet beter verwoorden. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan en wereldkampioen worden. Mathieu van der Poel is wereldkampioen wielrennen op de weg. Van der Poel op 1 en meer dan verdiend. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.